Collega, van harte welkom bij dit instructiefilmpje over het verwijderen van cijfers binnen DSDoE. Je hebt cijfers ingevoerd voor studenten en om welke reden dan ook wil je dat die cijfers verwijderd worden uit DSDoE. En dat is mogelijk. Het is op dit moment nog wel wat omslachtig, vandaar ook dit instructiefilmpje waarin ik jullie mee ga nemen in hoe dit werkt. Zorg ervoor dat je ingelogd bent op DSDoE, op welke manier dan ook. En dat je de rol docent hebt, want cijfers invoeren en dus ook cijfers verwijderen doen we altijd vanuit de rol docent. Hoe gaan we dan aan het werk? Nou, je gaat naar waarderingen en een beetje afhankelijk van welke manier je hebt gebruikt om het in te voeren, die neem je ook weer om de cijfers te verwijderen. Ik gebruik in dit voorbeeld even vakwaarderingen, maar dat kan dus ook toetswaarderen zijn of snel waarderen. Ik kies voor vakwaarderingen, dan krijg ik de hele lijst waar ik aan gekoppeld ben. Dus overal waar ik rechten heb om cijfers in te voeren en dus ook om te verwijderen. En via het zoekvenster ga ik even op zoek naar mijn klas, de TL2F1 voor het vak marketing. Die heb ik gevonden en eigenlijk klik ik op hetzelfde plaats als waar ik de cijfers invoer. Je ziet hier ook nu de cijfers staan voor de toets marketing en sales 1... En het is wel even van belang dat je goed oplet voor welke toets je de cijfers wil verwijderen. Want in mijn geval wil ik de cijfers verwijderen niet van marketing en sales 1, maar van marketing en sales 2. Dus die klik ik aan. Hoe gaan we nu aan de slag? Je zal op het cijfer moeten klikken. Dan opent zich een nieuw scherm waar je een overzicht hebt van de cijfers. En je ziet hier achter de cijfers duidelijk een rood kruisje staan. Nou, ik wil die achteruit hebben, want die heb ik verkeerd ingevoerd. Ik klik op het kruisje. Ik zal een opmerking moeten maken, fout ingevoerd, of wat de reden ook is. Ik klik op vraag aan, weet u het zeker? Jawel, anders zou ik het niet doen. En de aanvraag is verstuurd. Je ziet nu ook dat het kruisje wat eerst rood was, is nu grijs geworden. En dat is in principe alles wat er hoeft te gebeuren. Nu is het wel even van belang dat je hier alleen op sluiten klikt en niet op opslaan en sluiten, want dan registreert hij weer een nieuw cijfer. In dit geval heb ik niks ingevuld, maar hij neemt dan vaak een resultaat over. Dus klik op sluiten en dit cijfer blijft nu nog staan, want je hebt een aanvraag gedaan. En pas op het moment dat de teambeheerder van jouw afdeling de aanvraag ook geaccepteerd heeft, zal het cijfer daadwerkelijk verwijderd worden. Nou, een beetje afhankelijk van je teambeheerder. Zal hij dat denk ik dagelijks of misschien 1 of 2 keer per week doen. Als er echt haast achter zit, stuur dan even een e-mail naar je teambeheerder van joh, ik heb cijfers verwijderd, wil je alsjeblieft deze accepteren. Op het moment dat hij het geaccepteerd heeft, is het cijfer ook daadwerkelijk weg. Hier ging het om 2 cijfers. Ik kan ook hier bij Lianda zien, 6,0 is het enige cijfer. Die wil ik weg hebben, want het blijkt dat zij de toets helemaal niet gemaakt heeft en ik dat verkeerd heb ingevuld. Dus ik geef je een reden op. Ik vraag hem aan. En hij gaat eruit. Ik ben voor nu als docent ben ik dus klaar. Nu ben ik zelf ook teambeheerder, dus ik zal je ook even meenemen in het stukje wat de teambeheerder nu doet om die cijfers daadwerkelijk te verwijderen. En vervolgens laten zien dat ze ook daadwerkelijk eruit zijn. Ik wissel dus even van rol naar teambeheerder. Ik zie ook gelijk dat ik een notificatie binnen heb gekregen. Nieuwe verwijderingsaanvragen. Hey, collega Hillebrand heeft 2 toetsen. Wil die verwijderen? De teambeheerder kan hier ook nog de reden zien waarom het verwijderd dient te worden. En kan vervolgens kiezen om die aanvraag wel of niet te accepteren. Dat gaat over de afspraken die binnen het team zijn gemaakt. In dit geval accepteer ik ze allebei. De teambeheerder weet nu dat ze weg zijn. Nou, nu wil ik dat natuurlijk ook graag als docent weer even zien. Dus we sluiten het scherm. Ik wissel weer even naar de rol docent. In mijn geval, dit was de groep waar ik net zat. En als ik nu bij marketing en sales 2 ga kijken, dan zie ik inderdaad dat bij Parwini die 8 weg is gegaan. En dat dus de 4,3 die er ook stond nu geldig is. En bij Lianda dat het cijfer helemaal verdwenen is. Meer is het niet. En mochten er vragen over zijn, stel ze aan je teambeheerder of superuser.